Zoals een kind, zoals een vader die zijn kind omarmt, zo omarmt u ook mij. En dat is uh, eigenlijk het thema waar ik over wil gaan spreken: over het vaderhart van God. God die zichzelf presenteert als vader. Mijn naam is Gerald Troost, afkomstig uit Veenendaal. Vanochtend uh, vroeg opgestaan, anderhalf uur in de auto gezeten. Maar ik zag niet alleen de zon, maar ook een prachtige regenboog. Dus het was zeker de moeite waard. Geweldig om in jullie midden te mogen zijn. Ik sta hier ook. Uh, uh, vanuit de organisatie uh, Compassion. Straks zal ik daar iets meer over vertellen. Um, het is fantastisch om als zanger en als spreker uh, door het land te reizen, om te inspireren. En ik zeg wel eens, ik wil graag mijn eigen achternaam waarmaken. Mensen bemoedigen, mensen aanmoedigen om uh, vol te houden in het geloof. En dat doen we in het, uh, in het binnenland. Maar we reizen ook wel eens naar Israël, want ik hoorde vandaag dat het een Israël zondag is. En elk jaar, daar waar het mogelijk is. Hebben we een reis van belofte. Dan gaan we met uh, echtparen, met uh, verliefde mensen, gaan we, met een groep gaan we naar het beloofde land. En uh, ja, worden we geïnspireerd. En ook mooi om, uh, om daar ook uh, het volk te ondersteunen en ook tot zegen te zijn. Maar ook zelf inderdaad zegen te ontvangen. Um, nou ja, wat ik zei, we zijn altijd druk bezig uh, in de bediening. En het is belangrijk om af en toe ook van die rustmomenten te hebben. Dat zult u hopelijk ook hebben. Af en toe van die momenten dat je even geniet van de natuur. Een tijd met God. En zelf doe ik dat op de Utrechtse Heuvelrug, vlakbij Veenendaal. En ik kan me nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment... na een druk weekend een fietstocht maakte met mijn zoon. Mijn zoon is nu 19 jaar oud. Een hele kerel, een sportman. Maar toen was hij nog maar een klein dreumetje van een jaar of drie of vier... En wat ik dan vaak deed, is uh, nou, dat Jochie voorop de fiets zette... en aan een eind lekker fietsen, ergens bij een restaurantje even stoppen... even chocomel fris te drinken, weet je wel, of, uh, of iets anders. En op een gegeven moment fietsten we weer naar huis, naar nou, zo'n leuk momentje samen... en ik vroeg spontaan aan hem, wat vind je nu eigenlijk leuk aan je vader? Ik was wel even benieuwd. En ik kan me nog goed herinneren dat hij toen zijn, ja, zijn kleine hoofdje uh, omdraaide op de fiets... en dat hij zei, dat je zoveel... Van me houdt. Dat zei hij echt, dat je zoveel van me houdt. En je kunt je voorstellen dat het wel een bijzonder moment was tussen vader en zoon. Um, het is uh, wel eens lastig om dat zo spontaan te blijven zeggen naar elkaar als je wat ouder wordt. Hij is nu 19, zoals ik zei. Maar belangrijk om die liefde naar elkaar te uiten. En ja, het was een gedenkwaardig momentje voor mezelf. En de reden dat ik het nu nog steeds me goed kan herinneren, is natuurlijk dat het me raakte. Die liefde tussen vader en zoon. Als we de Bijbel lezen, dan zien we ook keer op keer dat God zich presenteert als een vader. In Psalm 103 zegt God, zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. Psalm 103. Of wat dacht je van het bekende gedeelte uit Lucas 15, waar God zich presenteert als een wachtende vader. He, daar waar een verloren zoon van allerlei verkeerde dingen had uitgespookt. Presenteert Jezus zelf God als een wachtende vader, geen veroordelende vader, maar een vader die op die verloren zoon afrent. En die verloren zoon omarmt en hem nieuw leven geeft. Hoe bijzonder is dat Jezus zelf God presenteert als zo'n liefdevol en vergevend vader. En voordat we hier wat te gemakkelijk overheen lezen, over deze, ook deze tekstgedeelte, willen we het toch met vet gedrukte hoofdletters als het ware. Voor jullie en voor mezelf neerzetten. God is een vader. Probeer eens een voorstelling te maken van God. Hij die alle sterrenstelsels heeft gemaakt. Um, hij die zoveel volkleurigheid in de schepping heeft gelegd. Denk eens aan zijn heiligheid. En dat God zich als een verterend vuur ook, ook voorstelt. Zijn majesteit, zijn eeuwigheid, zijn oneindigheid. Hij die er al was voordat de aarde tot leven kwam. Deze. Onbedwingbare en onpeilbare God presenteert zich als een Vader. Nee, niet als een vage energie of een afstandelijke macht. God presenteert zich ook niet als de grote leraar of de grote manager van het heelal. Hij presenteert zich ook vanochtend als een Vader, een hemelse Vader, een volmaakte Vader. Een Vader die tijd wil doorbrengen met zijn kinderen, met jou. Om het leven te delen, om onze verhalen te horen. Zoals ik ook de verhalen wilde horen van mijn zoontje lang geleden. Zo wil God als een vader ook met ons omgaan. Zo intiem. Ik wil jullie meenemen naar een Bijbelgedeelte uit Matthäus 7. Het laatste hoofdstuk uit de bergreden. Waarin Jezus zelf spreekt over zijn hemelse vader. En daar staat het volgende: Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want een ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? De werkwoorden, zoals we hier hebben gelezen. Zoeken, bidden en kloppen geven in de grondtekst een voortdurende handeling aan. Voel je de intensiteit die Jezus in het onderwijs legt. En ik geloof dat Jezus zoveel intensiteit in deze woorden legt omdat hij jou en mij wil overtuigen dat God te vertrouwen is. God is een goede vader. God geeft het goede aan zijn kinderen. En het goede is hier de Heilige Geest. De Geest van Jezus die ons zo krachtig kan maken. Jezus wil in deze woorden uit Matthäus 7 een groot uitroepteken plaatsen achter het, achter het woord gebed. De intieme omgang met hemzelf. Zoek nou, bid nou, klop nou. Want God gaat je goede dingen geven. Misschien anders of later dan je verwacht, maar God ziet het hele plaatje. Hij weet wat jij ten diepste nodig hebt. Misschien beluister je deze preek. Dan denk je bij jezelf, het zijn mooie woorden, maar je moest eens weten. Ik kan God niet als een vader zien. Ik ervaar hem niet als een goede vader. En trouwens, ik voel me momenteel zo ver van huis. Soms gebeuren er dingen in ons leven waardoor dat stoere uitroepteken waar ik het net over had verandert in een twijfelend vraagteken. En dan kan het zomaar zijn dat datgene waarop je dag te staan weggespoeld wordt en dat het onzeker wordt en dat je gaat twijfelen aan jezelf, aan God, aan mensen om je heen. In mijn eigen leven ken ik ook die uitroeptekens, maar ook zeker de vraagtekens. Als jongen van 14 had ik vanwege een gelovige opvoeding en verschillende mooie ervaringen met God een redelijk stevig uitroepteken geplaatst achter mijn geloof. Het was een pril geloof, maar het was geloof. Ik geloofde in God. Ik voel God in de muziek, die klonk in de kerk. Ik voel God toen we met vrienden een muziekgroep begonnen, onze eerste bandje, waarin we iets wilden delen van de liefde van God. En langzamerhand begon ik God te vertrouwen als een vader die het beste wil met zijn kinderen. Maar dat prille geloof veranderde plotsklaps toen ik als puber te horen kreeg dat mijn jongste broertje doodziek was. Het was een grote schrik in het zette mijn leven op zijn kop. Mijn broertje begon te slepen. Hij begon moeilijk te lopen. Hij begon te loensen met zijn oog. En al snel kregen we te horen als gezin dat mijn jongste broertje en het zoontje van mijn ouders ongeneeslijk ziek was. Hij had een gezwel in zijn hoofd. En ik weet het nog goed, ik was veertien jaar oud en ik weet nog goed dat mijn vader vol geloof was en we baden elke dag om genezing. Met buren, met vrienden, met familie, met mensen uit de gemeente. En mijn vader was vol geloven en geloofde dat op een dag mijn broertje weer zou genezen en weer zijn leven zou kunnen vervolgen. Maar mijn broertje werd elke maand zieker en zieker. Op een gegeven moment kon hij niet meer lopen, kon hij niet meer naar de wc. Het was afgrijzelijk om te zien. Hij moest op het bed liggen. En langzamerhand zag je dat het minder goed ging met hem. Hij werd magerder. En uiteindelijk kregen we te horen dat mijn broertje was overleden. Je kunt je voorstellen dat dat een grote schok gaf in ons gezin, ook in mijn leven. Mijn, mijn uitroepteken die ik had geplaatst veranderde in een vraagteken. Was God werkelijk een goede vader? Waarom liet hij dan zo'n jong kereltje zo ontzettend lijden? Het waren vragen die mij heel erg bezig hielden. Waarom greep God niet in? Had het toch geklopt, zoals het Bijbelgedeelte zei, en gebeden? En waarom gaf God dan niet wat we zo nodig hadden? Genezing. Een nieuwe hoop. De boosheid is. Hè, want ik was op een gegeven moment ook boos op God. Was na een aantal jaren wel wat weggeëpt en weggesleten. Maar iets anders heeft veel meer invloed gekregen in mijn leven. Het was in die tijd dat ik maar lastig mijn gevoel durfde te uiten. Ik was 14 jaar en misschien ben jij 14 of 15 of, of jonger of net iets ouder. Maar kun je je indenken dat het lastig is om met die verdrietige gevoelens. Om daarmee naar buiten te komen. Om dat bespreekbaar te maken met mensen. Ik vond het lastig in ieder geval. Ik stopte het weg. Ik sloot de deur van mijn hart en ik had de sleutels als het ware weggegooid. Ik voelde me teleurgesteld in God. Teleurgesteld in mensen. Want ik had maar weinig binding met mensen. Weinig binding met God. En ik was eigenlijk ook teleurgesteld in mezelf. Op school ging het niet goed. Met de sport ging het niet goed, het ging allemaal heel moeizaam. En in die tijd is bij mij de overtuiging ontstaan... dat ik er uiteindelijk toch alleen voor sta. Een soort eenzaam gevoel. Dat God niet echt er is voor je, als, hè, als het moeilijk is. Dat mensen om je heen er maar moeizaam voor je zijn. Lacht natuurlijk ook aan mezelf. Ik sloot me af. Een eenzaam gevoel, een verloren gevoel in een onoverzichtelijke wereld zo heb ik me jarenlang gevoeld als puber. En dit eenzame gevoel heeft ook duidelijk zijn effect gehad op mijn eigen geloofsleven. Ja, ik geloofde in God. Ik kende de, hè, de Bijbelteksten over de liefde en over God als Vader, maar op hartsniveau bleef God ver weg. Of misschien beter gezegd, ik hield Hem zelf op afstand. Niet lang geleden las ik een boek van een bekende Amerikaanse schrijver, en hij Schrijft op een, op een treffende wijze het verschil tussen iemand die vaderloos rondzwerft. en een persoon die God als een vader heeft leren zien. Anders gezegd, iemand met een verweesde geest. en een persoon met de geest van het zoonschap. Een verweesde geest, iemand die als een wees, als een geestelijke wees door het leven gaat. omdat hij niet werkelijk weet op wie hij kan bouwen, wie zijn vader is. En dit maakt nogal een verschil. Met hoe je de, met de dingen van het leven omgaat. Ik wil een aantal verschillen noemen. Als eerste, een persoon met een verwezen geest is druk bezig om de liefde van God of mensen te verdienen. Zo schrijft deze Amerikaanse schrijver. Maar iemand met de geest van het zoonschap leeft vanuit het diepe besef. dat hij of zij geliefd en geaccepteerd is door een hemelse vader. En een volgend punt, het tweede punt. Een persoon met een verwezen geest handelt vanuit onzekerheid en jaloezie. Iemand met de geest van het zoonschap handelt vanuit liefde en acceptatie. En mensen met een verwezen geest zijn continu aan het strijden tegen die onzekerheid. En vinden het maar moeilijk als anderen worden geprezen. Misschien als je dit soort verschillen hoort, denk je: hé, hey, ik herken hier wel iets van, bij jezelf of misschien bij een ander. Voel jij je echt een zoon of een dochter van God? Of moet je toegeven dat je toch ook vaak als een geestelijke wees door het leven gaat? Ik geloof dat heel veel problemen van mensen zijn terug te voeren op het feit dat ze zich vervreemd voelen van God, maar ook van hun biologische vaders. Verwezen de mensen, mannen en vrouwen, die het moeilijk vinden om contact te maken en het moeilijk vinden om zichzelf te accepteren. Het kan heel goed te maken hebben met een gemis: het missen van de zegen, de aanmoediging en de bevestiging. Van een vader. Hierdoor is er een gat in hun hart ontstaan en wat onmogelijk is te vullen door plannen of projecten of prestaties. En misschien vraag je je af, wat heeft het nu allemaal met gebed te maken? En dat gedeelte wat we lazen uit de bergreden. Nou, ik wil hier benadrukken dat het beeld dat we van God hebben nogal wat uitmaakt in hoe we met Hem spreken. Is ons probleem met bidden niet vaak dat we het maar moeilijk kunnen geloven dat God echt voor ons is? Een volmaakte vader die met ons meeleeft. Een vader die zo graag betrokken wil zijn in alle aspecten van ons leven. Misschien, zoals je hier vanochtend zit, zijn er ook wel uitroeptekens veranderd in vraagtekens. Misschien ken je die onderstromen van twijfel. Het gemorrel aan je identiteit. Dat je niet precies weet wie je bent, wie je mag zijn. Stemmen in je hoofd die zeggen dat je het niet gaat redden. En dat jouw situatie niet gaat veranderen. En toch, en toch hoop ik zo dat deze ochtend... dat je voor het eerst of opnieuw de kracht van het gebed mag ervaren. Ja, er is pijn, er is ziekte, er zijn conflicten. Er is onrust in de wereld, er zijn teleurstellingen. En soms voelen we ons zo vertwijfeld. Maar de kracht van de Heilige Geest kan ons op een weg plaatsen van herstel. De kracht van gebed, gebed maakt ons bewust en misschien wel vaker onbewust meer weer één van binnen. Daar waar we soms zo verstrooid en gebroken zijn. Tussen een gebroken hart en de goedheid van God bestaat geen enkele barrière. Het enige wachtwoord is gebed. Een hemelse vader die wacht op jou. Durf je dat vanochtend te omarmen? Ik wil nog even terug naar mijn broertje Jarnoud, want dat was zijn naam. Toen mijn broertje zo ontzettend ziek was, kreeg mijn moeder een droom. Mijn moeder is gewoon een nuchtige dame uit de PKN, zou je kunnen zeggen. Ze krijgt niet vaak dromen, maar toen mijn broertje ziek was, kreeg ze een droom. En in die droom zag ze, terwijl mijn broertje nog ziek op bed lag. Mijn broertje in het hemelse licht. En op de aarde zag ze de rest van ons gezin staan. Ik ben wat grijs geworden, maar we zijn eigenlijk allemaal donker. We hebben allemaal zwart haar oorspronkelijk. Maar naast ons gezin stond een blond meisje in die droom, een blond meisje en een blond jongetje, het meisje wat groter en het kleine jongetje ernaast. En mijn moeder was in eerste instantie ook boos en vertwijfeld van wat bedoelt u? Want ze had wel door dat dit een droom van God moest zijn. En God liet zien dat inderdaad mijn broertje op een gegeven moment naar het hemelse licht zou gaan. Zo is het ook gegaan, zoals ik ook heb beschreven. Maar daarna, na het overlijden van mijn broertje, heeft mijn moeder en mijn vader toch nog een kind gekregen: twee kinderen. Een blond meisje uiteindelijk en een blond jongetje. Zoals mijn moeder in die droom had gezien. Het laat iets zien dat God ons gezin niet heeft losgelaten, dwars door de vragen heen. In deze droom ervoer ik zelf ook zo duidelijk dat God ons nooit alleen laat, ook niet in de meest diepe momenten. Wat maakt ons gebed krachtig? Want daar hebben we het over. Heeft het vooral te maken met onze inzet? Met onze mooie woorden of onze godsdienstigheid? Ik denk het niet. Ons gebedsleven wordt steeds krachtiger als we meer en meer gaan zien wie God werkelijk is. Een liefhebbende en aanwezige Vader die ons wil vergeven, vernieuwen en een hoopvolle toekomst wil geven. Soms dwars door dat verdriet heen wat ik net ook benoemde. Wat een troost is het, ook voor ons allemaal, dat we mogen weten dat we in Jezus eeuwig leven hebben. En dat er een moment zal zijn dat we elkaar weer zullen terugzien. Ik weet nog goed dat ik als, als jongen van 18 de confrontatie aanging met mijn verdriet. En dat ik naar de begraafplaats ging. Juist omdat ik het zo ver had weggestopt. Als 14-15-jarige. En ik weet nog goed dat ik daar rondzwierf over de begraafplaats en dat ik uiteindelijk het graf vond. En ook de naam las. Het gaf veel emotie. Al die emoties die ik weg had gestopt, die kwamen alsnog omhoog. Maar toen ik daar zo stond en ook tranen voelde gaan over mijn wangen voelde ik ook de warmte van de zon op dat moment. En ook de indruk, een stem, een innerlijke stem, een stem van God die zei, jouw broertje ligt hier niet, maar jouw broertje is thuis in de hemel. En het gaat goed met hem. Er is hoop. Ons, ons gebedsleven, ook vandaag, wordt krachtiger als we meer en meer gaan zien wie God werkelijk is. Een vader die vanochtend ook jou heel persoonlijk ziet zitten met je vragen, met je uitroeptekens, met je gemis, met misschien de situaties die hopeloos lijken, misschien wel met alle drukte, alle zaken die ons afleiden om inderdaad, inderdaad intiem met God om te gaan. Maar niet zo lang geleden ontmoette ik een vrouw in Frankrijk die zei van Gerald, het is zo belangrijk om die momenten, die intieme momenten met God te hebben. Niet met eigen plannen, met eigen projecten, met eigen prestaties. Nee, gewoon met lege handen. Gewoon tijd doorbrengen en investeren in de relatie met God, die als een vader voor ons wil zijn. En ik heb dat gedaan en ik merk steeds, ook al moet je soms even een drempel over, dat als je investeert in de relatie met God, ja, dat dingen gaan veranderen van binnenuit. Dat je met andere ogen gaat kijken naar, naar de wereld. Dat daar waar je je misschien ontzettend zorgen maakt om de wereld of om je eigen leven, dat God je een vrede kan gaan geven die alle verstanden boven gaat. En dat is wat die hemelse vader wil doen. Niet altijd zullen de omstandigheden veranderen en nog steeds zullen we door verdriet moeten gaan. Want we leven in een gebroken leven. Maar we mogen weten dat er een God is die ons niet loslaat, die als een vader wil zijn. En ik wil tot slot een lied zingen: een lied wat ik heb geschreven. Nadat ik zo werd aangemoedigd door die dame uit Frankrijk om inderdaad, inderdaad tijd te nemen voor de relatie met God. Om met lege handen te komen in de wetenschap dat die Hemelse goede vader steeds weer die handen zal vullen met dat wat we nodig hebben. En dat bid ik ook zo voor jullie. Dat jullie steeds weer de intimiteit met die Hemelse vader zullen zoeken. De God van Israël, maar ook de God van ons allemaal, van de gemeente. Ik wil het graag zingen en daarna zal ik ook een gebed uitspreken I come with nothing Misschien mag ik een gebed uitspreken. We ons hart openen voor die liefde van de Vader. Vader in de hemel, dank u wel dat we u een Vader mogen noemen. Heer dat u zichzelf presenteert in de Bijbel als een liefhebbende, hemelse en volmaakte Vader. Daar waar wij misschien niet uw volmaakte Aardse Vader hebben gehad. en misschien wel liefde hebben gemist, bevestiging en aanmoediging. nodigt u ons uit, ook vanochtend, om te komen met. Misschien wel dat gat in ons hart, die gebrokenheid in ons leven, dat gemis, dat verdriet, die haast, die onrust. En u zegt, kom thuis, kom thuis bij mij en ik wacht op jou als een vader. En ik omarm je en ik, en ik vernieuw je en ik genees je van binnenuit. Het enige wat jij moet doen is loslaten en je gebalde vuisten weer openen en weer terugkeren naar die plek waar ik ben. Heer, dank u wel dat u ons steeds weer aanmoedigt om tot rust te komen bij u. Heer, u geeft die rust van binnen. U geeft die vrede die alle verstanden boven gaat. En ik bid zo voor een ieder die hier zit. U kent onze situatie. U kent onze drukte misschien. Onze, ja. Het lijkt misschien van buiten allemaal zo goed te gaan, maar misschien diep van binnen zijn we eenzaam. En ik bid, Heilige Geest, wilt u ons aanraken? Wilt u daar waar we nog verweest zijn. Eenzaam, daar waar nog die overtuiging bestaat dat we er toch uiteindelijk alleen voor staan, wilt u daarin komen? Heer, wilt u ons die diepe ervaring geven dat we er niet alleen voor staan? Dat er een vader is die voor ons uitloopt, die naast ons staat, die achter ons is, die ons beschermt. Help ons om op u te vertrouwen. Heer, zo bidden we ook voor uw volk Israël. Heer, wilt u ook als een vader hen beschermen als er zoveel op hen afkomt, al zoveel eeuwenlang? Heer, wilt u ze zegenen? Heer, wilt u ze geven wat ze nodig hebben? Ook een blik op, op de messias. Op Jezus Christus, die ook en allereerst hun redder is en hun verlosser. Heer, wilt u ons zo zegenen om tot een zegen te zijn? In Jezus' naam. Amen. Tot slot. Ik zei het al, ik sta hier ook namens de organisatie Compassion. En wat is het mooi als we zelf inderdaad die liefde van God ervaren, die overvloedig is, dat we mogen weten dat we dat ook mogen uitdelen. Nu is Compassion een organisatie die u waarschijnlijk wel meer informatie eerder hebt gehoord. Een organisatie die samenwerkt met, met gemeenten, juist in noodgebieden, om kinderen, jonge kinderen, op te vangen, om ze te voorzien van medische. Uh, medische zaken, bijbelsonderwijs, eten en drinken. En misschien zegt de hé, hey, ik ben vandaag ook zo geraakt door dat verhaal van een liefdevolle vader en ik wil graag zo die liefde die ik zelf mag ervaren, al misschien al zo lang ook doorgeven aan nieuwe generaties. Juist in landen daar waar zoveel nood is. Er zijn zoveel verwezen jonge mensen ook wereldwijd. En terwijl de crisissen over de wereld gaan. Raakt het ons, allen, ook hier in Nederland, misschien, maar misschien wel juist die mensen die het al zo moeilijk hebben. Als u zegt van hé, hey, ik wil meer informatie hebben over het werk van Compassion en ook uh, ja, datgene wat ik zelf kan doen, het sponsoren van een kind voor een euro per dag, dan kunt u zich ook melden bij de stand achterin. En ik hoop zo dat u uw hart laat spreken en dat er weer mensen zijn die zeggen ja, ik wil zo'n jongetje of meisje uh, onder mijn hoede nemen. Ik wil voor hem of haar bidden. Maar ook ondersteuning bieden. Ik dank jullie wel. Ik geef het graag weer over aan, uh, ik denk, de zangdienst of degene die het avondmaal uh, gaat inleiden. Dank jullie wel.